Dus blijf vooral nog even hangen en zeker ook nog voor de prijsuitreiking, waar we dan ook de prijzen zullen uitreiken en ook de prijs voor de sportiefste scholen en daarbij ook de hoofdprijs daarvan.
En dan wil ik graag de microfoon overgeven aan de wethouder, Martijn Hamerslag. Goedemiddag allemaal en welkom bij de prijsuitreiking. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Voordat we beginnen, hebben jullie het een beetje naar je zin gehad vandaag? Ja! Kijk, dat is allemaal goed om te horen. Nou, ik ben een beetje bijgepraat door de organisatie en ik heb begrepen dat er deze kerstvakantie wel 88 teams hebben meegedaan in de verschillende zalen en de verschillende disciplines. Daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee, want daar doen we het voor. Maar dat kan alleen als voldoende teams zich opgeven. Dus ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor het feit dat jullie mee hebben gedaan dit jaar. En dat mag best wel een applausje, heel goed. En ik heb ook begrepen dat het hartstikke goed is gegaan in de zin van sportiviteit. Volgens mij is het er hartstikke sportief aan toegegaan. Dat komt natuurlijk ook omdat we uitstekende scheidsrechters hadden. En we weten allemaal dat winnen het allerleukste misschien is, maar meedoen is toch echt het allerbelangrijkste. Voldoende bewegen, voldoende sporten, daarvoor organiseren we als gemeente dit soort evenementen. En dus ben je nog geen lid van de vereniging, geef je vooral op, want ik heb ontzettend veel talent gezien, niet alleen bij het dansen, maar ook bij het sporten. Dus vraag aan je papa of mama of je lid mag worden als je dat nog niet bent. Voordat we naar de prijsuitreiking gaan, en ik krijg zo een lijstje, wil ik toch even wat mensen bedanken. Uiteraard de twee verenigingen, Olympia en de Hurricanes. De mensen van de EHBO, de mensen van de gemeente die hier achter de tafel hebben gezeten, de mensen achter de bar, de scheidsrechters. Kortom, bedankt allemaal en uiteraard ook alle ouders en begeleiders die hun vrije tijd hiervoor opofferen. En een groot applaus voor hun allemaal. Ja, en dan ga ik nu beginnen met, met de verschillende categorieën. Maar we gaan beginnen met de basketbal. En op de derde plaats is geëindigd met een bijzondere naam, Akimaki de Vuurvogel. En die komt hem halen. Allemaal, we komen allemaal naar voren, want dat is natuurlijk wel zo leuk. Nog even een groot applaus voor Akimaki. En dan de tweede met een bijzondere naam bij het basketbal, de sappige mannen van de Veenvlinder. En de Veenvlinder is mijn oude basisschool, dus daar ben ik wel heel blij mee. Vogelenzang Zuid, kom maar naar voren. Eenmaal een groot applaus voor Vogelenzang Zuid. En dan gaan we over naar de voetbal. En op de derde plaats is geëindigd de Klinker. Mooie Feyenoord tenues, daar hou ik van. Op de tweede plaats is geëindigd de Soccer Boys. Van de Paus Johannes. Groot applaus nog één keer voor de Soccer Boys. En dan op de eerste plaats bij het voetballen is geëindigd de Hoeksteen Boys. Kom maar naar voren. Groot applaus voor de Hoeksteen Boys met de eerste plaats. En dan gaan we naar het korfbal. En op de derde plaats is geëindigd met een mooie naam, Dream Team van de Maashoever. Dream Team, een groot applaus voor Dream Team. En dan op de tweede plaats is geëindigd de Bron met de Schutters. Kom maar naar voren. Even één keer een applaus voor de Blue Stars erop. Van de Tourmalijn, of die even naar voren willen komen. Voor een geweldige voorstelling zojuist. Dames, ontzettend goed gedaan. Uitvoering deed het, zag er geweldig uit. En bij het basketbal is geëindigd op de eerste plaats, dus de sportiviteitsprijs voor de sappige mannen van de Veenvlinder. Kom maar halen, mannen. Een mooie prijs uit de sportiviteitsprijs. En dan bij het voetbal is geëindigd bij de sportiviteitsprijs op de eerste plaats de Klinker. Kom maar naar voren, mannen. Die mooie tenues. En bij het korfbal is geëindigd op de eerste plaats sportiviteitsprijs de Maashoever Dream Team.
En zoals ik aan het begin al vertelde, hebben we de sportiviteitsprijs en eigenlijk de grote overkoepelende prijs. En dat is een basketbalkliniek voor de hele school van Henk Pietersen. Henk Pietersen is een man van 2 meter die vroeger ook heel hoog heeft gebasketbald. En jullie krijgen dan ook nog een sportpakket. En die prijs, kan ik even vertellen hoe we dat hebben gedaan. We hebben natuurlijk de 3 winnaars van de sportiviteitsprijzen. Hebben wij als gemeente even gekeken naar wie vonden wij het leukste, het sportiefste. Ook niet alleen vandaag, maar ook over het hele toernooi. Daarbij is geworden, en dan moet ik even erbij zeggen dat de prijs, de echte prijs, die zal ik dan zelf ook nog even langsbrengen. Maar de school die dat heeft gewonnen, dus het team en daarbij dus ook de hele school, is geworden de Klinker. Dus kom er maar even bij. Dan kunnen we in ieder geval zien hoe jullie zijn. Even een buiging maken, dankjewel. Nou, jullie hebben in ieder geval dus de sportiviteitsprijs gewonnen. Dat is de algemene prijs, zoals ik net zei. Jullie hebben voor de hele school een basketbalkliniek gewonnen eigenlijk. En ook nog een sportpakket. Maar daar zal ik dan even met de juf en de meester nog over hebben. Ja? In ieder geval bedankt voor het meedoen. En dankjewel. En sowieso voor iedereen bedankt dat jullie hebben meegedaan. En ik moet zeggen dat het een heel leuk toernooi was. En dat ook het publiek daarbij heel veel aan heeft meegedragen. Dus dankjewel daarvoor. Ga ik hem even nog... Oké, dan gaan we even een foto maken.